van Mitchell van der Haag thuis tegen MVV. En is hier veel ruimte bij Sontje Hansen. Hansen dreigt zich vast te lopen, maar kapt dan twee man uit. Legt knap de bal breed en dan is het 1-0 voor Jong Ajax. Ünüvar met de openingstreffer. Met dank in dit geval vooral aan Sontje Hansen, die knap het overzicht behoudt. Twee man het bos instuurt. Ja, dan is het doel ook leeg. Traoré, 1-2. Is keurig gespeeld. Komt daar de kans aan voor Jong Ajax. En daar is 2-0. Het is Taylor die hem scoort. Goeie aanval van de belofteploeg van de Amsterdammers. Taylor kappen en schieten in de lange hoek. En dan moet de mooiste aanval van de eerste helft nog komen. Altijd. Nog geen 25 minuten gespeeld. Baas, Ünüvar, Baas, 4-1. Heerlijk gevoetbald door Jong Ajax, maar NAC laat het allemaal wel een beetje gebeuren. En je ziet het aan Ünüvar, maar Jong Ajax weet dus ook dat dit een hele mooie aanval was. Timber, Rasmussen, Marta. Rasmussen, de ruimtes zijn er zeer klein. Daar wel wat mogelijk bij Baas. Baas en daar de 2-0 van Fitz-Jim. Wat een schitterend uitgespeelde aanval van Jong Ajax. En die invaller met zijn eerste goal in de Keuken Kampioen Divisie. Het lijkt zoeken naar een speld in de Hooiberg, want er staan zoveel spelers in een Vollendam tenue. Maar uiteindelijk het gaatje gevonden. Fitz-Jim loopt heel eenvoudig weg. En bedankt de aangever. Taylor. Och, mooi meegenomen dit door Salah-Eddine. De voorzet is goed en het volgende doelpunt daar. Je verwacht een heerlijke wedstrijd. Nou, die komt er ook wel. Want na iets meer dan een kwartier liggen er al 4 in op de toekomst. Maar de assist van de linksback van Ajax. Anas Salah-Eddine. Toch het hoogtepunt van deze aanvoer die deze meeneemt. Op chipt hem er echt heerlijk langs. En dan wordt hij goed ingelopen. Middels in de extra tijd. Ünüvar heeft nog een schitterende actie in huis. En dan wordt het 0-3. Echt geweldig gedaan door Naji Ünüvar. En het tweede doelpunt op deze avond voor Victor Jensen. Ruimte. Ruimte voor Marta. Neemt de bal niet goed mee. Gaf natuurlijk wel die voortreffelijke paas op Rasmussen, waar de 1-2 uit voorkwam. Marta. Marta zelf. Oh, wat een mooie goal. Via de binnenkant van de paal is het 1-3. En nu is het helemaal zeker. Jong Ajax gaat winnen op de Vijverberg. Heel veel ruimte voor de ploeg van Heitinga in de slotfase. En daar weten de jonge Ajaxiden wel raad mee. Aan de andere kant, Max De Waal. Die hem ook lekker binnenschiet. Voor 6-2. Taylor, Ünüvar en die vindt de kruising. 8e doelpunt van het seizoen voor Naji Ünüvar. En in de 62e minuut is het 1-2. De Waal. Bal zit er schitterend in. 1-0 voor Jong Ajax. Prachtige vrije trap. Nummer 9 van het seizoen voor Max De Waal. Zo eentje waarbij volgens mij De Waal op het moment dat hij de bal raakt al weet dat nog wel het raak zou kunnen zijn.